Steeds meer veehouders kiezen ervoor om een mengsel met grasklaver te zaaien. Maar welk grasras past daar het beste bij? En welk klaversoort? Daarover gaan we nu in gesprek met Tom Niehoff van Barenbrug. Wij zijn hier in Elst op een van onze proeflocaties. In dit geval gaat het om zware kleigrond. Waaraan we aan de ene kant kweken voor nieuwe genetica. En anderzijds doen we hier veel proeven om ontwikkelingen op het gebied van marktvragen zoals klaver, gras, verder uit te werken. De belangrijkste vragen die we vanuit de markt krijgen over grasklaver gaat met name over hoe moet ik het bemesten en hoe gaat hij langer mee. Daarom hebben we hier dit voorjaar 3 proeven uitgezaaid met rolklaver, witte klaver en rode klaver. Om met name te kijken naar de combinatie van gras met klaver. En we zien daarin nu in het najaar best grote verschillen. Dat het ene gras niet met de klaver overweg kan, terwijl de andere klaver niet met het gras overweg kan. En die verschillen willen we graag verder toelichten. Rolklaver is een meerjarige klaver die eigenlijk best wat ondergewaardeerd wordt. Maar waarbij de hypothese eigenlijk is, wanneer die 30% aanwezig is in de grasmat, dat die eigenlijk het eiwit bestendiger maakt in het rantsoen van die koe, waardoor eigenlijk de eiwitbenutting verhoogt. Dat gebeurt door middel van zogenaamde tannines. En waar we hier naar kijken is met name in rietsveengras en in Engels raai hoe wij die 30% rolklaver in de grasmat krijgen. En je ziet ten opzichte van wit en rode klaver dat die rolklaver gewoon wat verder terug blijft. Is minder productief en daardoor eigenlijk is het ook wel moeilijker om dat aandeel te halen. Maar je ziet wel duidelijk verschil dat in rietsveen dat wat opener staat, de rolklaver toch ietsjes beter aanwezig is dan in het Engels raai. Nou, wat we hier in deze proef zien is dat we hier het witte klaverportfolio vanuit de hele wereld aan het screenen zijn. Dat gaat dan om 15 verschillende witte klavers. Die kun je indelen op basis van bladgrootte. Dus je hebt grootbladige witte klavers en kleinbladige witte klavers. En wat met name interessant is, is om te zien het concurrentieniveau van de klaver ten opzichte van het gras. Dus elk plotje heeft hetzelfde grasmengsel. Een maaimengsel met 30% diploïd Engels raai en 70% tetraploïd. Maar de klavers zijn overal verschillend. En je ziet heel duidelijk verschillen in de klaverbezetting. En je ziet ook al wel wat verschillen in daar waar geen klaver staat. Dat het gras daar minder fris oogt en ook wat roest laat zien. Hier zie je het verschil tussen de meest kleinbladige witte klaver en de meest grootbladige witte klaver. Eigenlijk is het zo dat de grootbladige witte klavers bijna net zo goed kunnen presteren qua opbrengst als een rode klaver. En wat je met name hier ook ziet is dat de grootbladige, dat is dit plotje, een hele evenwichtige bezetting laat zien tussen de klaver en het gras. Kleinbladige klavers zijn over het algemeen wat persistenter, maar ook met name meer risico op overwoekering op het moment dat het gras onder druk staat. En dat is eigenlijk een groot risico wat het niet gewenst is bij boeren. In deze proef testen we 1 klaver met verschillende soorten gras. En we zien daar duidelijk verschillen in. Dus hier ligt tetraploïd Engels raai met vandaag rond de 30% witte klaver. Hier ligt zachtbladig rietzwenk met rond de 50% witte klaver. En daar ligt diploïd Engels raai met 20% witte klaver. Hier liggen de nieuwe rassen rode klaver die we eigenlijk samen met Barenbrug, Frankrijk en Engeland testen. Die doen wij zowel enkelvoudig, omdat de rassenlijst voor klaver is ook enkelvoudig. Maar nog liever zien we de rode klaver gecombineerd met gras. In onze vorige proef zagen we dat die rode klaver eigenlijk minimaal tot 2 ton droge stof extra leidt ten opzichte van het gras zelf. En dat je ook ongeveer moet rekenen op een 30 gram extra eiwit in het gras ten opzichte van puur gras. Mijn belangrijkste boodschap voor veehouders is, wanneer je kiest voor grasklaver, kijk met name welk gras kies ik en welke klaver kies ik en past dit bij elkaar. We zien hier toch grote verschillen op 1 locatie tussen de klavers en het gras. En ga goed na dat wat is je klaverpercentage in je veld, omdat dat ook varieert gedurende het seizoen. En dat heeft invloed op je bemestingsstrategie.